Yo, Nintendo fans! Ik snap eigenlijk niet waarom ik deze pet nog niet op heb gehad tijdens deze serie. Want we spelen Paper Mario The Origami King en we zijn in de grote woestijn beland. We hebben een mooi torentje gevonden en daar moeten we in. En blijkbaar is hier ook ergens een toad. Kijk, hier, dit insectje. Kom eens naar beneden. Kom eens naar beneden. Jij walgelijk insectje. Ik bedoel jij tootje. Heb je de top van de toren wel eens goed bekeken? Ziet er bekend uit toch? Als een gek gezicht of zo. Ja, het is het gezicht van een toot hier boven in deze toren. En we gaan eens kijken wat er boven in deze toren dus is. We zijn ondertussen bezig met onze zoektocht naar het gele lint. En hoe we dat gele lint kapot kunnen maken. We moeten lekker gaan traplopen. Althans, dat hebben we gedaan al volgens mij. Want volgens mij zijn we al boven. Zouden we al in het hoofd van deze slungelige toren zijn? Vraagt Olivia. Nou ja, volgens mij wel. Volgens mij is dit echt al de bovenkant. Want we zien hier dat toothoofd. Even deze muntjes pakken. En dan komt hier iets tevoorschijn. Dan staat hier iets. Kan jij dat lezen, Olivia? Want ik kan dit echt niet lezen. Wat staat hier? Oh. Er staat... Urgh. Jeslava. Jeslavagdagsag. Oklebetsde. Dus dat. Ja. Duidelijk. Olivia kan het niet lezen. Ze wil het wel graag kunnen lezen, maar ze kan het niet. Kan ik hier een klap op geven? Ja, dat kan, maar er gebeurt niks. Kan ik hier een klap tegenaan geven? Ja, ook, maar er gebeurt ook niks. Kan ik dan hier een klap tegenaan geven? Ja, waarom gebeurt er niks? Zie ik hier iets op de muur hangen? Nee, er gebeurt ook niks. We kunnen wel door dit gaatje kijken. Wat gebeurt er als we door dit gaatje kijken? Een schattig raampje om door naar buiten te kijken of er een snuisterij in te plaatsen. Zullen we er iets in zetten om te kijken hoe het eruit ziet? Maar ik heb niks. Ik heb nog niet het juiste ding wat we hierin moeten plaatsen. Er zijn allerlei dingen hier in de woestijn waar we nog niks mee kunnen. Dus ik denk dat we maar misschien toch gewoon een klein beetje verder moeten gaan rijden. Kunnen we hier afrijden? Wat is hier? Oh, dit is gewoon een berg. Misschien moeten we gewoon proberen om het gele lint dan maar verder te volgen. Om te kijken wat hier achter deze hoek is. Eerst even dit gat dichtmaken. Nog een klein beetje... Yes. Muntjes! Oké, Mario, go! We gaan hier naartoe. Eens even kijken hoor. Oké, we zien nieuwe enemies hier zo. Ik zie weer een tootje hangen hier. In deze cactus. Yo, kom daar eens even snel uit, jongen. Wat hang je daar nou in zo'n cactus? Dat prikt toch? Hij zegt, ik wilde altijd al een cactus zijn. Maar de werkelijkheid viel toch tegen. Ja, dat had ik je van tevoren ook al kunnen vertellen, vriend. Hé, wat is dit? Nieuwe schoenen. Glitterijzerschoenen. Nice. Nou, daarachter zit het lint. Hier zijn dry bones en een nieuw vijandje. We kunnen hier naar rechts. We kunnen daar nog richting een cactus. Maar laten we eerst maar eens even gaan kijken... wat dit lint hier aan het doen is. Waarom zit het hier in de grond? Kunnen we dit niet gewoon hier kapot knippen? Dan zijn we toch klaar. Olivia zegt, het was niet makkelijk om hier te komen. We hebben het rode lint gevochten toen het blauwe. We hebben het zwaar gehad en het droevige momenten meegemaakt. Rest in peace, Bobby. Ik mis Bobby nog steeds. Maar nu we dit gele lint hebben gevonden, lijkt het eindelijk even mee te zitten. Wacht, waar is het uiteindelijk? Ligt het onder het zand? Ja, waarom kunnen we dit niet gewoon doorknippen? Oh nee, zegt Olivia. Wat moeten we nu? Het is niet alsof we in het zand kunnen graven, toch? Ja, nog niet. Misschien krijgen we daar nog iets voor. Er staat hier iets op dit voetstuk. En Olivia denkt dat dit de instructies zijn om het lint uit te graven. Nou, Olivia, dat denk ik niet. Wel? Ze zegt, ja, ja, oh, weer van die vreemde letters. Moet ik daar niet gewoon op gaan staan of zo? Olivia was op zoek naar een lichtpuntje en daar zijn minstens 3 lichtpuntjes, misschien wel 4. Dat geeft weer hoop, ze zijn zo mooi. Oh, we moeten naar die zonnestraaltjes. Maar kan ik niet hier opstaan? En dan, nee, oké, nee. Oké, nou dan gaan we deze kant op. Dit is sowieso weer een toad. Zo grappig, elke keer die toads. Hoppakee, we hebben ook alle toads gered hier op de vlakte. Nou ben ik toch wel benieuwd of we ook hier naartoe kunnen. Hallo? Wie heeft zich hier verstopt? Oh, wacht even. Moeten we hier dan naartoe? Laten we eerst naar die lichtjes gaan, jongens. Laten we gewoon het verhaal volgen. Misschien komen we daar straks alsnog aan. Wow, dit is een paleis. Wow, dit ziet er zo vet uit. Dit is Zwamstad. Wow, ja, dit is echt cool. Ja, dit heeft een lekkere vibe hoor, deze stad. Wow, moet je kijken. Deze hele stad lijkt te stralen. Maar weet je zeker dat dit niet nep is? Dat dit niet in je hoofd zit? Zo, deze muziek. Dit is wel een banger hoor, deze muziek. Luister dan. Nice. Parkeerplaats voor instapmodellen. Nog 1 plaatsje vrij. Oh, wacht. Ik ga wel even mijn auto netjes parkeren dan, hè. Zo, hoppakee. Oh, oh, oh. Ja, ja. Parkeer hem even netjes. Ja, mooi geparkeerd. Ja, toppie.
Oké, ik ga even de stad verkennen, jongens. Welkom in Snufstad, een woestijnoase van en voor Sniffits. Misschien heb je er een andere naam voor gehoord, die mag je vergeten. Snif, Snuistad, volgens mij zeg ik het verkeerd, maar het ziet er gezellig uit, zegt Olivia. Het is vast erg druk, dus hier vinden we vast iemand die de mysterieuze letters kan lezen, Mario. Dat zou wel handig zijn, ja, want ik kan inderdaad dit allemaal niet lezen. Sniffits, Sniffits, overal Sniffits. Je gaat op je snuffert van de Sniffits. Zo gaat het hier in Snufstad. Yo. Yo, zal ik jou eens laten vliegen? Wacht, kom, we gaan samen zo en dan... Oké, ja. Dat kan beter, lanceer me als een raket. Nou, oké, laat maar. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Oh, hij is echt super deperi dat het niet lukt. Eens kijken. Yo, hoe gaat het met jou? Let niet op mij, ik snuffel alleen even aan het bed. Doe mij niet alsof jij hier niet zou willen snuffelen. Wacht, ben je geen Sniffit? Nee, man. Ik ben Maria. Ik weet niet, man. Ik heb het gevoel dat ik niet eerlijk moet zijn over mijn identiteit tegen deze Sniffits. Dus, ik ben Maria. Zie iets achter? Ja, ja, zie je. Backstreet Boys, jongen. Oh, wacht. Nu snap ik hem. Ik moet vanaf hier erop gaan springen. Op die whip-wap. En even deze toot hier van dit gouden beeld afhalen. Wat deed jij daar, vriend? Deze verstoppek is goud waard. Zo flauw. Oké, we kunnen dit. Jump! Hoppa! Wow! Wow! Oké, dit is kassa, jongen. Deze plek is inderdaad goud waard. Holy crap! Kijk dan. Een ijsbloem, een hamer... Nog een bloem, nog een toot. Oh, ja, ja, kijk, hier word ik blij van, jongens. Lekker hoor. Even een tootje nog bevrijden. Dit is de VIP-gast. Hij zegt, ik ga meteen terug naar mijn luxueuze landhuis in Tootdorp. We moeten ook echt weer een keer terug naar Tootdorp, jongens. Kom maar een keer langs, ik zal je rijkelijk belonen. Zie je, we moeten daar echt nog een keer even naartoe. Want volgens mij zijn er allemaal mensen die allemaal cadeautjes hebben voor mij. Dude, hoe gaat het nu met jou? Leef je nog? Hij zegt alleen maar oké, dit had ik natuurlijk kunnen verwachten. Alright. Dit is best wel een aardig groot stadje, jongens. Heb jij leuke dingen te kopen voor mij? Misschien wil je rusten in een plaatselijke 5-sterren hotel. Ja, op zich wel. Nadat ik jouw handelswaar kapot heb gemaakt. Wat gebeurt er als we uit deze bomen slaan? Oh, dan krijgen we gewoon snippers natuurlijk. Hey, kan jij dit lezen? Weet jij wat er staat? Oh, nee, hij kan dit ook niet lezen. Wie kan die taal lezen? Kom op, iemand moet me toch kunnen helpen. Eén van jullie misschien? Ze hebben hier één toad gezien met z'n allen. Die zit in het hotel. We gaan eerst even naar de winkel. Dan gaan we daarna die toad zoeken in het hotel. Oh, de winkel is aardig leeg. Het is best wel een beetje uitverkocht allemaal hier. Zit de accessoirewinkel? Dat zou chill zijn als we nieuwe accessoires kunnen vinden, jongens. Oh, dit is ook aardig uitverkocht. Yo, toad, ik zie jou wel. Ik zie jou wel. Laat me hierop springen, Mario. Ik bedoel Maria. Hoppa! Ben jij de eigenaar van deze shoppa, of niet? Oh, bedankt. Niemand koopt nog muziek schrijven. Dus ik dacht dat ik hier voor eeuwig zou zitten. Ik ben verbaasd dat deze winkel nog bestaat. De eigenaar is er de helft van de tijd niet eens. Oh, jij bent niet de eigenaar? Wil niemand hier geld verdienen in deze stad of zo? Hier dan? Hallo? Hoppakee. Even alles kapot maken. Dit kapot maken. Dit kapot maken. Oh, wacht even. Ik kan via die andere... Kijk, er zit een gat in de muur. Dus ik kan via dat andere winkeltje... Kunnen we als het goed is die schat gaan pakken. Dan moeten we even hierop... Zo, hierop, ja, zo. En dan deze weghalen. Ja hoor, ja. Ja, lekker Maria. Lekker gedaan. Maak maar open die kist. Wat zit erin? Een zak vol snippers. Miniatuur, yay. Sommige miniatuurtjes zijn wel leuk. En sommige zijn ook een beetje suf, zoals deze. Oké, ik heb het gevoel dat we aardig goed gaan. Nog even dit gat vullen. Hoppakee. Even lekker al die muntjes oppakken. Dan wil ik hier even naar rechts. Nee, ik... Ja, oké, we gaan wel eerst praten. Welkom in Paleishotel Snufstad, reiziger. Ja, dankjewel. Ik kom straks hier naar binnen. Ik ben wel benieuwd naar jullie hotel. Maar eerst wil ik even hier naartoe. Oh, dat gaat niet. Kan ik niet over dit randje springen? Kan ik op dit randje springen dan? Ook niet. Dat is nou weer een beetje jammer. Hoe kom ik dan daarboven? Want ik kan ook niet via hier. Krijg ik misschien ooit een keer een mega jump in deze game? Dat klinkt goed. Een mega jump. Eerst nog even de stad verder verkennen hoor. Hier 100 muntjes nog. We kunnen hier eventjes lekker chillen op het bankje. Hebben we de HP'tjes weer vol? Die waren al vol, maar dat maakt niet uit. Laten we even wat snippertjes verzamelen. Want ik was bijna weer snipperloos namelijk. Een volle snipperzak. Let's go. Zit hier iets in? Ja, kijk. Kijk. Hallo. Kom er maar uit. Kom er maar uit, Toad. Waarom zat jij nou weer daar, jongen? Mamma mia, mooie mokerslag, Mario. Thanks, thanks. En tot snel. Toad, waarom ben jij een bloem? Oh, wow, wow. Je hoeft niet zo boos te zijn. Hij zegt, ik zag eruit als een bloem, maar van binnen voelde ik me als onkruid. Typisch. Was het maar andersom. Ah, ik ben een boze Toad. Ah. Yo, heb jij nog wat te vertellen?
Is dit geen prachtige stille vijver? Geen impotje te bespeuren, lijkt wel een spiegel. En deze gast heeft te zeggen, volgens sommigen heette deze plaats eerst Zwamstad. Ik weet alleen dat het helemaal verlaten was toen de Sniffits het vonden. Opgestaan, plaats vergaan. Ik heb zo'n gevoel dat er iets bijzonders aan de hand is met deze stad. Ik bedoel, een oase is vaak nep. En ik heb het gevoel dat deze stad ook nep is. En waarom staat daarachter zo'n genie in een bottle lamp en staat daar het logootje, het cijfertje, het lettertje van Luigi op? Wat heeft Luigi hier nou weer mee te maken, jongens? Oké, het enige stukje van de stad die we nog niet hebben gehad is dit kleine stukje. En hier staat iemand die inderdaad even wat shit wil verkopen. Accessoires, ja. Wat heb jij voor moois? Een zilveren schild, een zilveren hart en een verborgen blokkenbel. Oeh, ja, die kan ik nog niet kopen. Maar ik ga wel dat zilveren schild en dat zilveren hart even meenemen. Want hoppakee, nu hebben we een betere verdediging met het zilveren over de schild. En met dat zilveren hart krijgen we HP erbij in battles. Dus dat wil je ook hebben. Alleen ik ben wel bijna door mijn muntjes heen nu. Ik heb nog maar 1800 muntjes. Ik had nooit gedacht dat ik zuinig zou moeten doen in deze game. Even kijken, de accessoires. Hoppakee, het zilveren hart en het zilveren schild aan. We hoeven alleen het onderste rijtje met accessoires nog. Voor de rest hebben we alle accessoires al binnen. Nice. Is hier achter een verborgen gang? Nee, hierachter is geen verborgen gang. Dan gaan we nog even kijken aan de linkerkant. Of we hier nog iets kunnen doen? Soms richten ze alle weer de licht op de voorgevel. Dan moet je echt gezien hebben. Oh, oké. Okay. Oh, we kunnen hier naartoe. We kunnen naar die Luigi-ding. Jongens, wat is dit? Weet jij wat het is, vriend? Zal ik je wat vertellen? Die Sniffit die een tent opzet met een lamp erop, die vertrouw ik voor geen meter. Oké, goed om te weten. Hallo. Oh, hij gaat binnenkort open. Luigi, wat doe jij hier in deze stad, jongen? Oké, het is tijd om het hotel in te gaan. Ik ben heel erg benieuwd wat hier gaande is. Ik vertrouw dit allemaal niet hoor. Wow! Wat een vissa! Dit is zo leuk. Hij zit op mijn plek en ja, ik weet dat er nog een plek vrij is. Ja, dude, ga gewoon daar. Ga gewoon hier. Gast, deze muziek is zo hard. Ik kan me gewoon helemaal afsluiten voor de rest van de wereld, zegt hij. Hallo. Oké, die gouden beelden gaan niet kapot. Is misschien maar goed ook. Anders zou de eigenaar denk ik best wel boos worden op ons. Kijk die guy's server daar dan. Fantastisch. Kijk die DJ hier. Hoe gaat hij? Heb je een verzoek? Oh, wacht. Ik doe niet aan verzoekjes. Wegwezen. Nou, bedankt dan. Jongen. Dan ga ik wel even hier kijken, ja? In de backstage. Wow! Er zitten gewoon ratten hier in de backstage. En niet zo'n klein beetje ook. Jemig. Jongens, normaal stond Bobby altijd naast me. Maar Bobby is weg. Ik mis Bobby. Bobby. Waarom heb je me verlaten? Oh, man. Bobby hielp me altijd in deze battles. Maar nu is Bobby weg. Ik hoop echt dat we een nieuw hulpje gaan vinden. Een nieuwe companion. Ik voel me echt eenzaam zo zonder Bobby. Oké, gelukkig zijn die muizen wel aardig makkelijk te verslaan. Dit gaat allemaal best wel soepeltjes. Ah, en nu hebben we daar iets geplaatst. Dan kunnen we aan die hendel gaan draaien straks. Gelukkig krijgen we weer wat muntjes. Ik moet echt muntjes gaan sparen, jongens. Let's go. Draaien maar die handel. Ik heb geen idee wat ik nu doe. Oh nee, ik heb hem zijn pleziertje ontnomen. Hij kan niet meer surfen nu. Maar daarmee bevrijd ik volgens mij wel een toad, jongens. Dus dat is goed. Yo, wat sta je nou op een toad, jongen? Ga eens weg. Oh man, wat is er met mijn golf gebeurd? Ach, fonteinsurfen begon toch saai te worden. Ik ga naar mijn kamer om te badsurfen. Toad, je werd misbruikt als surfplank. Kijk, hij is ook echt boos. Surfen is een stuk minder leuk als je de surfplank bent. Maar dat is verleden tijd. Ik ben vrij. Vrij van een leven waarin anderen misbruik van me maken. Oké, dude. Ik krijg een klein bedankje van hem. Oh, kijk een HP-hartje. Plus 10. Nu zitten we alweer op 135 HP. En dat is super chill. Nice. Hoe gaat het met jou hier? Hij zegt er is hier een andere sniffer die vrije plekken inpikt. Dus ik blijf lekker hier. Met of zonder water. Fantastisch. Dus even kijken, wie is hier te vinden? Yo, Sniffit, wat ben jij hier aan het doen dan? Ik heb iets tussen de rommel gevonden wat je misschien leuk vindt. Het ligt bij de balie. Bij de balie? Ik heb nog geen balie gezien, joh. Waar is de balie dan, joh? Kom jij hier maar weer even tussenuit, jongen. Woehoe! Dan denk ik dat we hier misschien wel eens naar buiten zouden kunnen. En dat we dan in de back alley komen. Jazeker! Kijk eens. Oeh! 1000 muntjes. Heerlijk. Die had ik nodig. Hallo, daar ben ik weer. Ik ga weer gewoon via de voordeur naar binnen, oké? Jullie hebben me nooit naar buiten zien komen.
Ik heb echt niks stiekems gedaan hoor. Echt niet, echt niet. Oké, door naar de volgende. Ah, hier is de balie. Yo, what up man? Zoek je een kamer, dan moet je inchecken bij de balie. Ik loop alleen heen en weer in de lobby. Nou, dat lijkt me een mooie dagbesteding. Lekker heen en weer lopen in de lobby de hele dag. Welkom, welkom. Altijd een genoegen om nieuwe reizigers te zien. Helaas zijn we momenteel helemaal volgeboekt. Ik heb gehoord dat je ook in de woestijn kunt slapen. Hé, doe eens normaal. Olivia die vraagt van, is hier iemand die symbolen kan lezen voor ons? En deze gast zegt, professor Toad, werken jullie met hem samen? Ik ben bang dat hij op dit moment afwezig is. Als jullie samenwerken, kan ik wel de sleutel van zijn kamer geven. Oh, dat ging makkelijk. Ja, ik zeg niks. Olivia zegt ook niks dat we die professor eindelijk nog niet kennen. Maar goed, bedankt voor de sleutel. Bovenaan een trap, einde van de gang op de eerste verdieping. Kan niet missen. Daar moeten we naartoe. Oeh, een mysterieuze professor, jongens. Hey, volgens mij lag er nog iets klaar bij ons. Voor ons, bij de balie, toch? Hallo? Er lag nog iets klaar voor ons, jongen. Iemand zei net dat er bij de balie iets lag voor ons. Er zit hier trouwens ook nog een toad verstopt ergens. Weet je wat? Laten we eerst gewoon even hier naartoe gaan. Oh, maar deze deuren zijn natuurlijk allemaal dicht. Daar kunnen we allemaal niet in. We kunnen wel hier die toad uit die vaas halen. Het zou het handig zijn als we gewoon een sleutel hebben die op al die deuren past. Dat zou echt lekker zijn. Yo, wat loop jij hier in de gang te doen? Helemaal niks. Hij loopt gewoon een beetje te land te fanten, jongens. Dus we moesten de trap op en aan het einde van de gang de deur moesten we hebben. Staat hier een enorme tekening op de muur. Oh, maar dit is super cryptisch. In ieder geval zien we daar dat beeld, of die toren waar we net in waren. En nog meer mysterieuze letters. We hebben echt die professor nodig, jongens. Kijk, in dit beeld, in deze toren waren we net. Heeft dus te maken met die groene, ja... Wat is het eigenlijk? Groene... Zijn dat die plekken in de grond waar ik nu nog niks mee kon? Ja, en dit is sowieso... Dit is de baas waar we straks mee te maken krijgen. Een of andere gigantische Moltres, jongens. Oh, wacht even. Deze guy heeft wel echt een behoorlijke VIP-kamer, volgens mij. Maar wij... hebben de sleutel, dus wij kunnen hier lekker... Oh. Wij kunnen hier lekker niet naar binnen. Shy guy, hij zegt dat hij de professor heeft verplaatst naar een slechte, een betere kamer. Ja, dit ziet eruit als de beste kamer in jullie hotel, jongen. Hij zit nu op de begane grond in een van de Pragmaticus kamers. Ja, gast. Deze kamer is toch veel beter. Geef me gewoon alle sleutels die je hebt, alsjeblieft. Dan praten we nergens meer over. We moeten hem volgen. De eerste deur links. Oh, dat was net de deur die ik net heb geprobeerd. Alleen daar had ik de sleutel niet ingestopt volgens mij. Olivia zegt, dit is leuk. Dit is, ik wil roomservice. Dit is mijn eerste keer in een hotel. En er is een heel lekker bedje. En weer zo'n mooie muurtekening. Nou, ga jij even lekker slapen, Olivia. We hebben vast geen tijd om te ontspannen. Ligt hier misschien iets waarmee we de professor kunnen vinden? Ja, kijk, sowieso een boek. Archeologie dagboek dag XX. Eindelijk een aanwijzing. Is dit de sleutel naar een verloren beschaving? Ik heb een eeuwenoude de schat ontdekt. Een voorwerp dat cruciaal kan zijn van mijn onderzoek. Ik heb het losjes vertaald als zonnewierook. Het lijkt een rol te spelen in ceremonies uit de oudheid. Hij heeft de zonnewierook gekocht van een snippet voor een redelijke prijs. Zijn voorbereidingen zijn compleet. Hij vertrekt nu naar het zonnealtaar. Oh, dat is in de woestijn. Moeten terug naar de woestijn, jongens. Let's go. Geen tijd te verliezen. Jullie nog heel veel plezier met jullie poolparty zonder pool. En wegwezen. Zonnealtaar. We komen eraan. Het zonnealtaar was volgens mij echt het eerste wat wij tegenkomen. Kijk, dat is denk ik het zonnealtaar. Toch? Of niet? Ik dacht echt dat dit het was. Is dit het niet? Potverdikkie. Dit is niet het zonnealtaar, toch? Dit is de toren. Nee, kijk, hier is die ook niet. Is dat andere kleine platformpje dan het zonnealtaar? Nee, dit is het toch ook niet? Is dit het wel? Nou ja, ik zie in ieder geval geen professor, dus ik denk niet dat het hier is. Zou het dan toch hier zijn? Nee, volgens mij is het ook niet hier, jongens. We kunnen dit natuurlijk wel even gaan oplossen. We kunnen even wat muntjes verzamelen. Dit kan kapot. Oh, wow, 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 wow. Slangentoads. Yo, mooi, aangenaam. Ja, aangenaam. Leuk kennis te maken. Hier is er nog één. Hoppa. Sorry dat ik me zo had verstopt. Ik ben een beetje verlegen. Jouw schoenen zien trouwens echt doodeng voor slangen. Ja, ik kan natuurlijk met deze schoenen slangen aardig fijn trappen, ja. Yo, slangetje. Ik vind het wel leuk om een slang te zijn. Vooral hier zand, slangen en oude ruïnes. Leuk toch? Ja, echt top. Top. Moeten we... Kijk, we moeten die boos hier raken. Top. Nice. Oh, en hij is in één klap kapot. Nice. Oh, of niet? Kan ik hem nu gewoon zo raken? Ja, blijkbaar. Kan ik dit ding hier tussenuit slaan? Nee. Yo, slang. Jij bent het. Ik dacht dat je misschien de slangenvanger was. Is dat iets, een slangenvanger? Bestaat dat, een slangenvanger? Volgens mij moeten we dit aansteken. Dit ziet eruit als een kampvuurplekje. Ik heb alleen geen vuur. Kunnen we deze... Ja, we gaan deze boe even in de maling nemen, jongens. Moeten we volgens mij hier slaan? Oh, nee, ik sloeg mis. Ik sloeg mis. Ah! Maar sla raak. Kom op. Nee. Sla raak. Kom op, Mario. Je kan het. Sla raak.
Ja, kijk, top. Dat is beter. En nog een keer. Op z'n bakkes, lekker. Dan kunnen we het kistje even openmaken. Oh, nice. De papieren mache, boe. Super vet dat de boers ook gewoon in deze game zitten. Nice. Even dit gat dichtmaken. Hoppa. Muntjes. Lekker. Deze kapot knallen. Hoppakee. En dit gat vullen. Hebben we dan alle gaten gevuld hier zo? Ja, kijk. Hoppakee. Alle scheuren gerepareerd. Toppie. Sloop even dit deurtje zo. Top. Maar wat moeten we met het vuur? Ik heb het gevoel dat we hier later nog terug gaan komen, jongens. Als we vuur kunnen maken. Oh, wat zit er in deze cactus? Zit hier een toad in? Hier zit sowieso een toad in. En we hebben ook alle toads gered hier in dit gebied. Nou, dan hebben we zo'n beetje alles gedaan hier. Ik heb niet het gevoel dat het zonnealtaar hier te vinden is. Ik blaas even op mijn fluitje. Want dan komt dit autootje automatisch naar ons toe gereden. Dus dat is wel chill. Ik heb geen idee waar die gast is. Ik ga toch nog even vragen aan die gast die achter de balie staat daar in het hotel. Want ik bedoel, die heeft volgens mij professor Toad als laatste zien vertrekken. Dus als iemand weet waar die is, dan is hij het wel. En bovendien, ik weet niet hoor, maar ik kreeg nog een cadeautje van iemand. En die lag ook achter die balie. Dus geef me nou gewoon een cadeautje. Of vertel me even waar die professor is dan. Bedankt voor de hulp. De kamer is deftig, maar smaakvol. Het is mogelijk dat ik een beetje over het bed heb gerold. Is niet erg. Kan gebeuren. Oh, dat is waar ook. Jullie collega vroeg naar een bepaalde snuisterij die we tentoonstelden. Ik wilde het niet verkopen, maar hij bleef aandringen. Dus ik heb hem meer laten betalen dan het waard is. Daar voel ik me nog slecht over, dus neem er nog maar één gratis mee. Dit is zonder wierook. Aha. Ik denk dat we nu alsnog terug moeten naar dat altaar. Want inderdaad, onze vriend is helaas nog steeds vertrokken. En hij was nog niet bij het altaar. Dus dit is denk ik wat we nodig hebben. We moesten gewoon nog een keer extra praten met deze gast achter de balie. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En dan gaan we in de volgende aflevering alsnog naar het zonnealtaar. En hopelijk gaan we daar de professor Toad ontmoeten. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!